En het breekijzer heeft te maken met het schreeuwend tekort aan vakmensen. Want er is werk aan de winkel, zegt minister Dijkgraaf van Onderwijs. We moeten alles aan doen om jonge mensen zover te krijgen dat ze deze banen die een hele goede toekomst hebben, en trouwens waar je nu onmiddellijk aan het werk kan, om ze daarvoor te stimuleren. Nou, dat zegt hij tegen BNR. Werkgevers moeten hun banen aantrekkelijker maken, want dat tekort zorgt voor allerlei vertragingen. Bijvoorbeeld in het uitbreiden van het elektriciteitsnet. En de energietransitie heb je allemaal vakmensen voor nodig. Bijkomend voordeel volgens Dijkgraaf: deze banen hebben een vooruitzicht. Je kan erin doorgroeien, zegt hij. Je wil niet een dead-end job hebben. Je wil een baan hebben waar je verder gaat, waar je weet dat er mooie nieuwe stappen in het vooruitzicht liggen. Ja, en wij gooien even de knuppel in het hoenderhok wat dat betreft. Het breekijzer vandaag: stop met studies zonder toekomstperspectief. Leer eens een nuttig vak. Wat denk jij? Eens of oneens? 020-468-4x0. Bel nu. Denk je bijvoorbeeld eens? Ja, er moet wat gedaan worden aan al die managers, communicatiewetenschappers, sociologen, geschiedenisstudenten. En ga zo maar door. Of denk je oneens? Laat mensen toch lekker studeren wat ze willen. Een studie zegt ook niet alles. En je kan er uiteindelijk vast wel wat nuttigs mee gaan doen. Je hebt in ieder geval een hoog onderwijsniveau. 020-468-4x0. En ook bij ons is Victor Venhorst, universitair hoofddocent onderwijs en arbeidsmarkt aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst, ik ga even aan het panel de stelling voorleggen. En ook allereerst aan u. En daarna gaan we er dieper op in. Eens of oneens? Ik ben het oneens met deze stelling. En waarom? Nou, volgens mij bestaan dat soort opleidingen helemaal niet. Oh, oké. Ik noemde net al bijvoorbeeld sociologie, geschiedenis. Op het moment dat je daar dan niet de geschiedenis mee ingaat, bijvoorbeeld het als onderwijzer. Wat heb je dan geleerd eigenlijk voor het bedrijfsleven? Nou, dat is precies waar de vraag om draait. Kijk, ik kan me ook even omdraaien. Het is natuurlijk zo dat er verschillen zijn tussen opleidingen als het gaat hoe soepel de intrede op de arbeidsmarkt verloopt. Dat begrijpt iedereen. Maar uiteindelijk is er volgens mij geen enkele opleiding in Nederland waarvoor de werkloosheid 100% is. Mooi, dan gaan we daar zo meteen over verder praten. Maar eerst naar het panel. Koen, welke opleiding heb je gevolgd? Een bachelor economie en een master organisatiewetenschappen. En ik doe nu nog een master investment management. Ja, dat is wel redelijk concreet, hè? Ja, zeer concreet. Ja, en er is makkelijk werk in te vinden. Zeker, ja. En dat is dan dus ook gelijk de vraag, hè. Is het van belang dat je er werk in kan vinden, of dat je daadwerkelijk waarde toevoegt aan de maatschappij? Dus, en ik denk dat ik het ook oneens ben met de stelling. Dus het verbieden van studie maakt niet uit. Ik denk dat je de banen aantrekkelijk moet maken. En de benadering is ook wat utilistisch, want als je een studie kijkt alleen naar het nut van, en bijvoorbeeld niet voor een persoonlijke verbreding of een inzicht of een verkenning. Je kan niet aan elke studie een bedrag hangen eigenlijk. Onder andere, ja, precies. Ja. Een onderdeel van het BBP. Ja, zeker. Maar zou dat niet goed zijn dat je eigenlijk zegt per studie dat je berekent wat draagt die bij aan het BBP, of wat verlies je aan het BBP op het moment dat je dit soort studies niet hebt? Bijvoorbeeld door sociologie zou je misschien ook weer heel veel kunnen verliezen op het moment dat het niet lekker is. Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld een opleiding tot verpleegkundige, dat het misschien in financiële termen weinig bijdraagt aan het BBP, maar het is wel een hele belangrijke baan. Ja. Dus dat is denk ik lastig in geld uit te drukken. Dus ik denk dat het dat de stelling wat te scherp is. Deze. Oké, kan dat? Eens of oneens? Oneens. Oneens. Ja. Allereerst ook bij jou. Wat studeer je of wat heb je gestudeerd? Ik ben net klaar met mijn bachelor politieke wetenschappen. Maar dat zou wel in de categorie kunnen vallen van wat heb je eraan? Ben je ook van plan om uiteindelijk echt de politiek in te gaan? Nou, als politicoloog word je niet opgeleid tot politicus. Dat is echt een verschil. Ik krijg niet te leren hoe ik moet debatteren, onderhandelen, et cetera. Maar hoe ik juist het proces van de politiek kan bestuderen. Ook die mensen hebben heel erg nodig. Kijk bijvoorbeeld naar Peilingwijzer. Een ontzettend goede wijzer van wat Nederland misschien gaat stemmen, hoe de partijen ervoor staan, wordt gemaakt door een politicoloog en een wiskundige. Toch kan je wel afvragen, is dat per se nodig? Als ik zo moet denken van, we zitten in een energietransitie, ik kan niemand vinden om een zonnepaneel op mijn dak te, dat is niet een eigen persoonlijke ervaring, maar ik stel het eventjes voor, als je nu luistert en denkt, ja, ik wil zonnepanelen op mijn dak. Dan heb je toch liever iemand die dat kan doen dan iemand die een peiling maakt. Of heb ik het mis? Nou, ik denk dat we alle studies gewoon heel erg nodig hebben. En vooral dat hier niet echt inderdaad
niet het utilisme centraal moet staan, maar vooral de individu. Ik vind gewoon dat alle jongeren gewoon moeten kunnen kiezen voor de, hun eigen toekomst, dus ook hun eigen loopbaan, hun eigen opleiding. En dat je daardoor echt stigma's gewoon moet doorbreken. Er hangt nu bijvoorbeeld over technische studies heel erg het stigma. Ah, dat is heel lastig en dat is eigenlijk alleen voor mannen. Kijk bijvoorbeeld naar hoeveel mannelijke studenten er in Delft rondlopen tegenover vrouwelijke studenten. En dat stigma moet je echt zien te doorbreken. En dat werkt niet als je dan een nog erger stigma op alle andere studies gaat plakken. Toch, dit komt van de D66. De Jonge Democraten, de jongere partij. Niet gelieerd, maar wel de Democraten. Van minister Dijkgraaf. Die zegt dus wel eigenlijk van ja, we moeten een beetje af van de dead-end jobs. En dit moeten we meer stimuleren. Wat vind je daarvan dat hij dat zegt? Nou, hij zegt dat iedereen een baan verdient met groeikansen. En daar staan we natuurlijk gewoon helemaal achter. Dat is dat toekomstperspectief dat jongeren heel erg nodig hebben. Alleen wat hij hier ook heel duidelijk zegt, ja, we moeten kijken hoe we het stigma van die technische vakken af gaan halen. Hij zegt niet, bijvoorbeeld zoals de stelling zegt, dat er pretstudies zijn, want die zijn er ook niet. Dus in dat opzicht ben ik het helemaal met Dijkgraaf eens. We moeten gewoon zorgen dat het imago van die technische opleidingen gewoon verbetert.